De zaak van vliegtuigspotter Piet en zijn dochter Ria is in februari 2020 te zien in MR Frank Visser doet uitspraak. Het tweetal schakelt de hulp van de voormalig rijdende rechter in omdat ze al jaren in de clinch liggen met hun buren, Wesley en Manon. Zij plaatsten een container met bouwpuin voor hun huis, waardoor hun uitzicht wordt belemmerd. Daarnaast zit Piet al lange tijd met twee schuttingen in zijn maag. Die zijn door de buurman verwijderd en niet goed teruggezet. Uiteindelijk eindigt de aflevering met de beslissing van de televisierechter, Piet en Ria moeten enkele betonnen blokken naast de oprit van hun buren verwijderen. Doen ze dit niet, dan moeten ze per dag dat ze zich niet aan de uitspraak houden €50 betalen aan Manon en Wesley, tot een maximum van €10.000. Daarnaast moeten ze ook de schutting, waarin asbest is gevonden, aanpakken. Anders lopen ze het risico €200 per dag te moeten betalen. Tot slot oordeelt meester Visser ook nog dat enkele ramen die te dicht op de erfscheiding staan, door het duo ondoorzichtig gemaakt moeten worden om een boete van €50 per dag te voorkomen. Eind goed al goed. Niet bepaald. Vader Piet verkondigt meteen al na de uitspraak zich niet te zullen houden aan de opgelegde regels en verwijdert uiteindelijk slechts een paar betonblokken. De schutting wordt wel vervangen, maar veel later dan had gemoeten. Manon en Wesley stappen dan ook naar de rechter. Ze eisen €32.650 van hun buren, plus betaling van proces en andere kosten. Een absurd bedrag vindt Erik Doornbos, de advocaat die Piet en Ria in handen hebben genomen. Volgens hem is er sprake van ernstige gebreken bij de totstandkoming van de overeenkomst die de deelnemers tekenden voorafgaand aan het programma, vertelt hij aan de krant. Het voelt niet goed dat het bij deelname aan een televisieprogramma meteen om zulke hoge bedragen kan gaan, aldus Doornbos. Het komt erop neer dat Piet op een gegeven moment heeft geroepen dan bellen we de rijdende rechter, waarna zijn dochter een mail heeft gestuurd. Binnen 2 uur werden ze teruggebeld en een dag later kwamen ze al langs. De advocaat van Piet en Ria beweert daarnaast dat er geen enkele vorm van nazorg was en dat een deel van de veroordeling zou zijn ingegeven door de kijkcijfers. Het is vervelend als je hebt verloren, maar het is wel in ieders belang dat de uitspraak zo goed mogelijk wordt nageleefd, reageert Sander ter Stegge, eindredacteur bij MR. Frank Visser doet uitspraak op de zaak. Er doen allerlei soorten mensen mee aan ons programma, maar ze zijn allemaal juridisch in staat hun eigen zaak te bepleiten. De rechter die de zaak nogmaals bekeken heeft is het met hem eens. Wel vindt hij de boete aan de hoge kant en haalt er daarom €5.000 af. Voor Piet en Ria rest nu €27.650 plus rente die ze aan Manon en Wesley moeten overmaken, en €1.000 aan door de buren gemaakte kosten. Daarnaast zijn ze ook nog eens €2.924 armer door alle proceskosten.